Het district Nikeri beschikt nu over een gloednieuwe en uitgebreide spoedeisende hulp, SEH. Deze is vanaf gisteren in gebruik genomen. Deze dienst is ondergebracht bij het Mungra Medisch Centrum MMC. De bouw van de SEH heeft 6 maanden geduurd. Volgens Nisha Kurban Babu, districtscommissaris van Nikeri, mag dit district zich met de ingebruikname van de SEH gerust een tweede stad noemen. Het MMC doet in het westelijk deel van Suriname daarom een goede job, zegt de burgermoeder. MMC staat niet alleen voor de Nikeriaanse gemeenschap, maar we verlenen onze diensten ook in het Kabalebo-gebied en ook verder Tapuripa en verder. Dus dat geeft aan dat eigenlijk in het westelijk deel van Suriname MMC een bijzondere bijdrage levert. En met haar bestaan hier zien we dat er ook andere zaken bijkomen. Dus behalve dat we voor de zieke mens zorgen, zijn we ook bezig om voor een gezonde Nikeri te zijn. De slogan eigenlijk van MMC heb ik steeds blijven volgen, dat zij kwalitatieve zorg willen leveren. Ze willen preventief bezig zijn. En ik denk dat minister Elias daarin kan schitteren. Want hij zegt, we moeten ervoor zorgen dat we geen zieke gemeenschap hebben. Maar natuurlijk, u begrijpt, een ziekenhuis gaat niet draaien wanneer we geen zieke mensen hebben. Maar daarmee geef ik aan dat wij niet willen dat we een zieke samenleving hebben. We werken naar een gezonde samenleving, want een ziekenhuis, gezondheidszorg, heeft een bijzondere bijdrage. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, gaf een uiteenzetting over hoe de gezondheidszorg in Nikeri er voortaan uit zal zien. U hoort ook minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die aangaf dat de weg die leidt naar het MMC-complex niet in goede staat verkeert. Met de opening van de SEH zal deze weg dan ook aangepakt worden. Stichting Lobby krijgt een eigen kantoor aan de Cederstraat. Apotheek Oost, daar aan de Parmisserweg bijna aan het eind, is ook al in aanbouw. COVAP komt eraan. En COVAP zal een dubbele functie hebben. COVAP zal ook opleidingen hebben voor JTV'ers, waardoor JTV'ers die hier willen studeren, studenten van de middelbare school die afgestudeerd zijn, zullen ook op die school kunnen gaan. Al met al een goede ontwikkeling voor verdere educatie. Ik los het op. En ik zorg ervoor dat deze weg, en ik heb de deze even gevraagd, het gaat om plusminus 450 meter. Goed, ongeveer, we meten het wel op, meneer Angulal. U bent jong, meneer Angulal is de coördinator van OW Nikeri hier. Dan krijgt hij gelijk de opdracht om de opmetingen te doen. Ik zorg ervoor dat ik een schrijven stuur naar de aannemer om dan hier de werkzaamheden op te pakken. En we gaan kijken wat we dan natuurlijk met deze klinkers kunnen doen. Ik denk dat we een andere buurt daarmee blij kunnen maken. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie en daarvoor Antoine Elias van Volksgezondheid. Ze spraken gisteren tijdens de opening van de nieuwe spoedeisende hulp die ondergebracht is in het Mungra Medisch Centrum MMC.